ook de consequenties van. Met andere woorden, voer de maatregelen door die nodig zijn. Dan even terug naar uh, de inflatiecijfers... en de maatregelen die vandaag op tafel liggen... bij die uh, energieministers daar in Brussel. Um, als die inflatie door blijft stijgen... en de prijzen stijgen ook door... Uh, er komt natuurlijk een punt, dat is eigenlijk al bereikt... want alle nationale regeringen zeggen... we kunnen die energierekening nooit helemaal compenseren. Dat zegt het Nederlandse kabinet ook. Dat mensen denken, ja, jongens... Uh, allemaal goed en wel, die oorlog daar. Eh, Poetin is een vreselijke man en wat daar gebeurt is allemaal afschuwelijk, maar wij hebben het koud. Hoe hou je dat draagvlak in stand en ook het eh, eensgezinde Europese front tegen Poetin? Ja, daar ben ik eigenlijk wel optimistisch over, want je ziet al een tijdje die enorme druk, die rekening loopt al een hele tijd op en toch is de eensgezindheid tegenover Poetin en tegenover wat hij op, op dit moment aan het doen is in Oekraïne enorm groot. Uh, en daar zijn eigenlijk nog nauwelijks of geen barsjes in te, te ontdekken. Hongarije heeft vanaf het begin een wat ander standpunt ingenomen. Ook in sommige landen zie je politieke partijen wel afwijkend. Nou, in, in Italië of... bijvoorbeeld... waar een partner van de nieuwgekozen uh, leider daar, mevrouw Meloni... toch ja. ook wel een stuk kritischer staat tegenover steunverlening aan Oekraïne... en, uh, en de afkeer nou, van Moskou. Maar die partner is in de verkiezingen veel kleiner geworden. En mevrouw Meloni, die van alles vindt, maar in ieder geval ook vindt... dat uh, de steun tegen... Uh, de de steun voor Oekraïne en de strijd tegen Poetin uh, gedecideerd uh, gevoerd moet worden, die is veel groter geworden. Dus uh, er is nog echt wel een uh, en dat moet ook, want we, deze strijd, om het maar simpel te zeggen, moeten we winnen. Ja. Dan moeten we tegen in de tussentijd wel de maatregelen nemen die nodig zijn om de Europese bevolking door deze crisis te loodsen. Ja. Daar hoort. Die, daar horen die fundamentele maatregelen bij, die ik al eerder besprak. Hè. Energie besparen, meer aanvoer genereren. Meer investeren in duurzame energie. Maar daar hoort intussen, ondertussen, ook gewoon bij dat je de rekening eerlijker verdeelt. Ja. Die Europese energierekening is namelijk te betalen. Maar niet door 20, 30 procent van de armste huishoudens in Europa. Die zich overigens vooral buiten Nederland bevinden, maar dat terzijde. Ja. Die, die 20, 30 procent van de armste huishoudens van Europa, die ja. moet je. Bij staan. Ja. Vandaar de maatregelen die vanochtend en gelukkig net door de Europese energieministers, in ieder geval, zijn goedgekeurd. Ja. om een heffing te doen op die overwinsten van de energiebedrijven en die terug te geven. Aan degene die er recht op hebben, ja. namelijk de consument. Dan ga ik het toch een stapje ingewikkelder maken aan het einde van dit gesprek. Want mag... als mevrouw Maloney in uh, Italië zegt: prima, wij, uh, wij gaan er helemaal in mee. Wij blijven als één man, in dit geval vrouw, achter Brussel staan en het sanctiepakket richting Poetin en alles wat daarmee samenhangt. Allemaal prima, maar ik wil wel de pensioenleeftijd uh, omlaag brengen, belastingverlaging uh, ver, en even uh, wat meer ruimte bij het voldoen aan alle financiële criteria die Brussel ons oplegt. Ja, maar je moet niet alles met elkaar verknopen. Dat zal mevrouw ja, Maloney ook niet doen als nou, ze slim dat is. Dat, nou, nee, die, maar dat werkt namelijk. Zo, zo werkt het in Brussel niet. We hebben oh. met Italië een afspraak gemaakt over. Mind you, 200 miljard euro van een Europees uh, herstelfonds. wat naar ja. Italië gaat. Ja. Onder voorwaarde dat er een aantal uh, hervormingen worden doorgevoerd. Die zijn nou niet helemaal precies degene die u noemde. maar wel andere hele belangrijke op, op het gebied van de arbeidsmarkt. Zeker en inderdaad. De modernisering van de overheid in Italië. Daar gaat zij niet aan tornen. Als ze dat zou doen, tornt ze namelijk aan die 200 miljard. Dat is gewoon een gesloten pakket. Daar, daar, daar ligt een harde deal. Stel, daar ligt gewoon een contract onder tussen regeringen en Brussel. Ja. Daar kan je niet aan tornen. Uiteraard, uh, mevrouw Meloni, maar goed, is een heel ander gesprek. Moeten we een hele nieuwe uitzending voor opstarten. Ja. Uh, is geen makkelijke dame en heeft uh, standpunten... die in Europa, in Brussel, met opgetrokken wenkbrauwen worden bekeken. Ja. Dus het wordt absoluut geen, uh, geen walk-over... Maar ik maak me over het specifieke onderwerp waar we het over hadden, ja. de, de, de eensgezindheid, daar tegen maakt u Putin. zich geen zorgen over. Minder zorgen, ja. Goed, met nog 30 seconden op de klok. Wat is in één zin uw oproep aan premier Rutte en Nederland voor wat betreft de oplossing? Ja, Kom uit de loopgraven en ga meedoen aan die Europese oplossing. Als Nederland en een paar andere landen dat doen, dan komen we er wel. Diederik Samson, vanuit Leiden.